Yo, wat up gasten, welkom bij deze speciale video op Banjo Town. Het is weer een update video van mij. Je bent het nu wel gewend, wekelijks komt er een soort update video online. De afgelopen twee weken even op de zondag. En vandaag weer op de zondag een prachtige update video van mij, hier vanuit mijn slaapkamer. Allereerst heb ik een hele domme keuze gemaakt vandaag, dus ik voel me heel naar nu ik hier voor de camera zit. Het zit namelijk zo, ik heb patat gegeten en... Als je patat eet, heb je twee opties. Of je doet bescheiden en je eet wat patat en gaat verder met je leven. Of je hebt heel veel patat en je vindt de patat zo lekker dat je bij jezelf denkt... Ik eet de patat gewoon op! Wat heb ik te verliezen? Nou, helaas, ik ben voor optie B gegaan en wat heb ik te verliezen? Nou, mijn gevoel van waardigheid. Ik zit nu ook echt telkens te kijken in het klepje aan die kant. Dat zie je nu heel goed, dat ik echt naar mezelf kijk in het klepje. Met het gevoel van... Holy shit! Ik heb het gevoel alsof ik weer een walvis ben. Bro, helemaal terug naar de 135 kilo van de afvalvlog. In ieder geval mensen, vandaag dus een update video van mij hier op Banjo Town. Ik ga lekker slap ouwe hoeren lullen over alles wat gaande is op Banjo Town. Sowieso de meest gestelde vraag is Banjopia. Wanneer komt Banjopia terug? Ik wil allereerst duidelijk maken dat de mensen... Jullie moeten snappen waarom Banjopia er heel veel niet is. Want de opnames, alles is klaar. Banjopia is klaar. Alleen het moet wel gerenderd worden. En op dit moment is het zo dat ik eigenlijk Rick's avonturen, alle break de weeks, Vraag je Vrijdag doe ik niet, dat doet Vincent. Chillen zaterdagen doe ik. Ik moet eigenlijk Wat je niet wist doen, maar ja, daar ben ik nu mee gestopt. Dan mag Jordi zelf weer gaan doen. Dan hebben we nog de Banjopia's, alle Banjo Studio items. En als je dat doorrekent, dan monteer ik voor Banjo Town serieus 15 tot 20 video's per week. 15 tot 20 video's per week. En het is echt belachelijk veel. En in principe, ik ga er niet onderdoor of zo. By far niet. Nee, echt niet. Maar ik wil niet dat ik er onderdoor ga. En ik ben bang dat als ik nu Banjopia echt direct erbij zou monteren, dat ik echt aan onderdoor ga. Dus vanaf volgende week, ik ga echt mijn best doen. Wil ik Banjopia gewoon weer running hebben op Banjo Town. Ik ga proberen deze week gewoon heel veel afleveringen te renderen. Misschien dan zonder achtergrondmuziek of wat dan ook. Maar dat je in ieder geval die Banjopia afleveringen krijgt van mij. Dat is Banjopia. Dus deze week nog geen Banjopia. Tenzij ik anders aangeef. Maar hou Banjo Town dan gewoon in de gaten. Wie weet upload ik woensdag wel een video dat ik woensdag zeg... Hey, vanaf donderdag zijn de Banjopia afleveringen weer terug. Voor de rest, van maandag tot en met vrijdag blijf je om 12 uur 's middags... gewoon een super chill Banjo Studio itempje krijgen van ons. Geen enkel probleem, graag gedaan. Ik zag heel veel vragen eigenlijk staan in de reacties van... Bardo, kan jij misschien twee dingen doen? A, bekendere YouTubers uitnodigen en B, meer van de Banjo Town leden. Nou, de Banjo Town leden die heb ik echt uitgenodigd. Vincent, die woont alleen onder Rotterdam. En Vincent is bescheiden in hoe vaak hij naar Amsterdam wil komen. Dus de kans is klein dat Vincent binnenkort in de Banjo Studio te zien is. Juri, die is aankomende week. Juri Mooijman, applaus voor Juri Mooijman, want hij komt terug aankomende week, besef ik me nu in één keer. Juri komt terug, yay! Dus van de volgende week kan ik Juri gaan uitnodigen. En daarnaast Jordi. Jordi is echt volkomen onbereikbaar voor heel veel mensen. Dus vandaar dat Rick eigenlijk nu, dat ik eigenlijk bijna elke dag met Rick dus op de Banjo Town Studio. Nee, in de Banjo Town Studio zit om voor jullie video's te maken. Dus vandaar Rick wel in de Banjo Town Studio en de andere crewleden nog niet. Het is simpelweg aan Vincent en Jordi zelf om te roepen wanneer ze erin willen komen. En voor Juri is het zo, nou, als hij terug is uit Amerika, kom langs Juri! Ja! Juri, ik heb zin om Juri terug op Banjo Town te krijgen, dat meen ik. Het is zo lang geleden dat Juri op Banjo... Fuck it, ik zet gewoon de Twitter van Juri in de beschrijving en tweet allemaal lekker naar Juri dat jullie ook zin hebben, oké? Dan begroeten we Juri met z'n allen terug op Banjo Town. Voor de rest, we zijn druk bezig met de weekplanning van 5 uur, want jullie weten het, elke dag om 12 uur is er een Banjo Studio item. Elke dag om 3 uur is er nu even geen Banjopia, maar dat komt binnenkort. Elke dag om 5 uur hebben we natuurlijk de vaste series waar iedereen gewoon van houdt. Dat is Rick's avonturen, Breek de Week, Vraag je Vrijdag, Chillen Zaterdag en Wat je niet wist. Nou, en dinsdagtip trouwens. En nu is het alleen zo dat de dinsdagtip en Wat je niet wist allebei, stroef lopen. Wat je niet wist, weet ik zelf niet eens. Dus Wat je niet wist over Wat je niet wist.
Weet je, dat is nu even, die leg ik volledig neer bij Jordi. Jordi moet daar maar terug mee komen. En de dinsdagtip, daar wil ik voor gaan kijken om die zo snel nog terug te laten komen. Vervolgens elke avond om 7 uur een gameplay op Banjo Town. Wat wil je nog meer? Ik zet even de hele planning voor de aankomende week ook in de beschrijving neer. Dan hebben jullie een soort overzichtje daarvan. Voor de rest heb ik nog iets te melden. Nou ja, vandaag heb ik een 10 doods. Oh, natuurlijk! Ik bedoel, ik upload voor Banjo Town 15 tot 20 video's per week. En voor Banjo Movies ook nog een keer 2 video's per week. Dus ik hoop dat jullie echt snappen dat ik zo ongelooflijk non-stop video's maak. En dan niet eens gameplays. Weet je, ik ga niet Minecraft spelen op opnemen drukken en het online zetten. Nee, die 20 video's plus 2 Banjo Movies die ik per week monteer, dat zijn ook echte video's. Dat zijn echte video's die geproduceerd zijn vanuit de studio of vanuit mijn slaapkamer waar ik nu zit. Hallo! En ik hoop dat jullie het in ieder geval snappen dat we vanaf morgen 12 uur dus terug zijn vanuit de Banjo Studio en Banjopia. Het komt heel snel terug, maar Jury komt ook heel snel terug. En dat is veel leuker dan Banjopia, want Jury is een baas. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Geef vooral een duimpje omhoog hier beneden. Abonneer hier beneden, vooral ook op Banjo Town. En jij gaat de aankomende weken weer lekker veel zien van je favoriete YouTube-kanaal. Ja, dus David Games, ja. Banjo Town, wij maken ook video's. Dat is echt weer zo'n flauwe grap. Jongens, Banjo Town, aankomende week. 12 uur elke dag Banjo Studio, dat wil je niet missen. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later! Bye!